De gravenstenen brug uit 1930 lijkt nu van hout, maar is van staal. De brug biedt een mooi gezicht op het Spaarne. Aan de overkant van de gravenstenen brug ligt de voormalige bierbrouwerij De Olifant uit 1930 met twee trapgevels. Het moderne gebouw ernaast heet De Jonge Olifant en is geïnspireerd op de scheepvaart. Rechts van de brug ontdekken wij het Teylers Museum. Pieter Teyler van der Hulst liet in 1778 niet alleen geld na om het Teylers Hof voor eerzame oude vrouwtjes te kunnen stichten, maar er was geld genoeg om ook het Teylers Museum te bouwen. Het Teylers Museum is gewijd aan natuurkundige instrumenten, tekeningen, fossielen en mineralen. Inmiddels is het Teylers Museum als oudste museum van ons land zelf een museum geworden. Hier staan we op de Bakenisse Gracht. Dan doet Haarlem wel wat aan Amsterdam denken. Alleen, de Amsterdamse grachten zijn minder mooi. Deze pentekening van Han Bijvoet toont de Bakenisse Gracht in vroegere jaren. In de verte is het dubbelhuis van De Olifant met de dubbele trapgevel dat we daarnet aan de andere kant van de gravenstenenbrug zagen goed te zien. En dit is dezelfde gracht anno 2009. Het weggedeelte aan de rechterzijde van de Bakenisse Gracht lijkt destijds smaller dan het nu is. Op Bakenisse Gracht nummer 84 staat de voormalige brouwerij De Passer en De Valk. Zowel boven het poortje naast als in de gevel van het huis zijn deze symbolen van regeren en kwaad bestrijden afgebeeld. Ook aan de Bakenisse Gracht waren vroeger de stoelenmaker en de schrijnwerker gevestigd.